We hebben de Russische premier Poetin al vaker zijn mannelijkheid zien showen in de media. Achter het stuur van een gigantische truck bijvoorbeeld. Of in zijn blote bas tijdens het vissen. Deze keer doet de voormalige president stoer in de sportschool. En wel met judo. Hij heeft een zwarte band in de vechtsport en een dvd met judotechnieken uitgebracht. Zo probeert hij een gezondere levensstijl te promoten bij de Russen, die vaak liever een glaasje wodka drinken dan de sportschool bezoeken. De premier bezocht vrijdag een judoschool in Sint-Petersburg en kon het niet laten de studenten even zijn kunsten te laten zien. En daarna nog even poseren voor de vele fotografen natuurlijk.